iedereen en ontzettend leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Voordat we gaan beginnen, ik weet het, ik zit weer anders en ik moet nog steeds een beetje uitzoeken hoe ik ga zitten. Omdat ik dat stukje, dat rondje van mijn statief kwijt ben. Dus vandaar. Maar goed, ik denk dat ik voortaan zo ga zitten. Zo zit ik eigenlijk wel prima. Lekker. Ja, maar goed, wat gaan wij in deze video doen? Jullie hebben natuurlijk ook kunnen zien in de titel. Waarschijnlijk dat ik ga reageren op leuke reacties deel 2. Want dit heb ik natuurlijk al eens eerder gedaan. Maar ik kwam er dus laatst achter dat dit alweer een jaar geleden is. Ja, een jaar. 27 januari 2017, dus net geen jaar. Maar we houden het even voor de makkelijkheid op een jaar. Dus daarom leek het me wel eens tijd om dat weer te gaan doen. Ik krijg regelmatig leuke reacties. Minder leuke reacties valt eigenlijk wel mee. Ik heb helemaal niet zoveel te beoordelen of helemaal niet zoveel waarschijnlijk spam. Dus dat scheelt. Natuurlijk heb ik af en toe wel eens wat reacties gehad dat ik dacht van ja, moet dat nou? En die zijn toch niet zo heel leuk. Maar goed, dat heb je helaas ook. Maar we gaan het positief bekijken, oftewel de leuke reacties bekijken. Dus mensen die leuk hebben gereageerd in al die tijd komen er weer voor. Ik denk niet dat alles me gaat lukken, maar ik ga zoveel mogelijk proberen op te noemen. Nou ja, ik ga gewoon maar beginnen en dan ga ik van nieuw naar oud. Dus dat lijkt me wat makkelijks, want ik weet echt niet meer waar ik de vorige keer gebleven ben. Dat is alweer een jaar geleden. Nou ja, en dat was op de 209 Q&A vragen die in 8 delen waar ik nog steeds mee bezig ben. Waar ik nog 6 afleveringen van moet maken en waarvan ik dus ook nog 6 afleveringen zometeen over heb. Want dat wordt nog steeds best wel goed ontvangen, dus daar ben ik nog steeds heel blij mee. En daar heeft Hester op gereageerd. Leuk idee en leuke video. Nou, dankjewel. Ik reageer natuurlijk best wel vaak sowieso onder reacties onder mijn video's. Dus ik hoef nou eigenlijk niet echt dankjewel te zeggen. Maar goed, het is wel even wat leuker om dat zo te zeggen, vind ik. Dat is 3 dagen geleden op dit moment. Dus dat is echt wel heel nieuw nog. Dan gaan we een week terug. En dat is Lush Bos. Nice. Op de Dilemma op Dinsdag video. Dat wil ik ook nog steeds blijven doen. Het is niet iedere dinsdag zoals jullie merken natuurlijk. Maar ik probeer het af en toe op een dinsdag te doen. En dat vind ik dus nog wel een leuke serie. En jullie blijkbaar ook. Dus daar ben ik heel blij mee. Nou ja, nice. Kleine, maar kort maar krachtige reactie. Oh ja, Fortnite speel ik natuurlijk ook sinds kort. Zoals jullie misschien wel gezien hebben. En daar heeft Ricky's Games op geantwoord. Lekker Tony. Nou. Niet dat het, tussen welke is het? Oh nee, dat is niet dat potje waarin het niet zo heel lekker ging. Dat was volgens mij de livestream als ik het zo zie. Maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval lekker Tony. Nou, dankjewel. Ik heb het gevoel dat ik er steeds beter in word. Dus ik ga waarschijnlijk ook binnenkort wel weer Fortnite video's uploaden. Alleen ik ben nu vooral even met de Q&A dingen bezig. En nu deze video natuurlijk. Oh ja, toen hadden we wel die eerste Fortnite video waarbij het niet zo heel lekker ging. Want ik wist helemaal niet hoe het werkte en hoe je het allemaal moest doen. Toen had Lars Bos, die had best wel vaak gereageerd. Nou, de eerste reactie was leuk. Nou, weer kort maar krachtig, maar goed, het is een leuke reactie, dus dankjewel. Je moet zorgen dat je bijvoorbeeld bij een huisje landt. En je kan het op het begin als je in de bus zit je map openen. En dan kan je zien waar je heen wilt. En later nog een aparte reactie, haha, en met 5:30 vind je de beste gun uit de game. En misschien moet je eens een video van een andere YouTuber kijken, want dan krijg je een beetje in de gaten hoe het werkt. Dat is inderdaad een goed idee, dat zei Bertus volgens mij ook al tegen mij. Dus, maar goed, of ik het nou nog nodig heb, ik weet niet. Maar het is altijd een goed idee natuurlijk. En op de knop B kan je bouwen, oké, ja. En hoe meer je speelt, hoe beter je alles gaat begrijpen. Je gaat het vanzelf wel snappen. Nou, kijk, daar heb je het dus al. Ik begin het steeds meer te snappen en steeds meer te begrijpen. Omdat ik het nu wat vaker speel. En wat langer speel dan toen. Dus, komt inderdaad wel goed. Maar dankjewel voor je vele reacties. Oh ja, deze vond ik ook erg leuk. Want deze kijker ken ik eerlijk gezegd ook niet echt. Helemaal niet zelfs. Ruby.li of L-Griekse-i, het is even hoe je het uitspreekt. Dodo doet het ook sinds kort, ik vind dat echt leuk, goed bezig. Nou, dat vind ik, dat is natuurlijk heel leuk om te horen. Dat je dat leuk vindt en dat ik goed bezig ben. Dus als je deze video nog kijkt, ik hoop niet dat je een eenmalige kijker was. In ieder geval bedankt voor je leuke reactie. Oh ja, Cheyenne, leuke video weer, die heb ik al een tijdje niet meer gezien eigenlijk in mijn livestreams en in de reacties. Dus ik hoop dat je nog kijkt, ik vind je een... ja, je bent een leuke kijker, af en toe leuk reageren, dus dankjewel in ieder geval. Ja, dat wou ik even zeggen. Oh ja, deze ook. Dat was onder de vlog 20. Oh ja, toen was ik nog dagelijks aan het vloggen. Dat lukt me nu nog niet helemaal meer. Als het me lukt ga ik het wel weer oppakken, maar voor nu lukt het nog eventjes niet. Toffe video weer, wij hebben er echt van genoten. Dan geef je ook weer die dikke blauwe like omhoog. Ga zo door, met vriendelijke groet 10 Tilburgse mannen. Nou, dat is toch ook zo'n topreactie dat je denkt, daar voel je het toch goed door. Dus ja, dank jullie wel. En ik heb ook even jullie kanaal volgens mij een keer gecheckt. Volgens mij is bij jullie ook verder niks mis op jullie kanaal. Doen jullie het ook heel leuk. Dus, maar ik zal het nog wel even een keer goed checken. Want volgens mij was dat een keer snel of zo. YouTube fan onder vlog 19 maandag wasdag. Oh ja, toen kwam mijn moeder erin voor inderdaad. En die vertelde dus over ja, de geschiedenis van niet afwassen, niet vaatwassen, maar kleding wassen, hoe noemen we dat? Ik kan even op het woord komen, heel stom. Ja, daar legde ze dus wat uit en dat was best wel leuk, vond ik zelf ook. Leuke vlog en ook leuk dat je moeder erbij was. Dus vanuit ze zegt heel leuk dat je moeder erbij was. Dat jullie wel even weten waar ik het over heb. Dus ja, dankjewel. Vond ik zelf ook heel leuk. Kian Master Games onder vlog 11. Oh ja, dat was met die canvas, foto op canvas. Toffe video man, ga ze door. Dus dat was ook een vlog dan nog. In het ruimte, vlog dan nog. Aha. Ja, goed, we gaan weer verder. Ja, dankjewel. Ja. Oh ja, nog een keer Tilburgse man was er onder vlog 10. Dat was eigenlijk de eerste dagelijkse vlog. Vette video. Namens ons krijg je zeker een blauw duimpje omhoog. En we zouden de Tilburgse mannen niet zijn als we ook nog eens op jouw toffe kanaal gaan abonneren. Ga absoluut zo door. Het vriendelijk goed team Tilburgse mannen. Nou, dat was dus dat was ook een hele leuke reactie. Dank jullie wel. En hier krijg ik een aantal ideeën voor die vlog. Dus dat vond ik wel voor dagelijkse vlog, omdat het natuurlijk niet echt dagelijks was, maar dat vond ik wel een aantal goede ideeën. Nou, van Bartolomeus Berend. Dat lijkt nog steeds een moeilijke naam om uit te spreken, maar goed, ik hoop dat ik het goed doe. En noem het bijvoorbeeld de Goede Dag vlog. Ja, oké. Weer een dag met TonyJoe. Zou kunnen, maar misschien iets te lang. Wat dacht je dan? Oh, wat dacht je dan? Bijna dagelijkse kost. Dag TonyJoe, dag, dag. Oké. Just Another Day with TJ. Die vind ik wel heel leuk. Just Another Day with TJ. Dat rijmt en dat klinkt ook wel lekker. Streamboat Tony. Een dag uit het leven van TonyJoe. This is TonyJoe. Lekker zo vaak mogelijk vloggen joh. Vind je vanzelf formule die aanslaat en kan je de routine in vinden. Goed idee, alleen ik hou me er niet echt aan, heel eerlijk gezegd. Blijkbaar. Ik zou het wel echt willen, ik vind het ontzettend leuk. Maar als ik gewoon dagelijks niet goed en leuk genoeg content heb, dan heeft het ook ben ik bang niet zo heel veel zin om elke dag te gaan vloggen. Dus dat is even mijn reden waarom het me niet helemaal lukt. Oh ja, en hier had ik ook nog een video van kunnen jullie me helpen, omdat ik toen niet echt ideeën had wat ik zou kunnen uploaden. Hey, zoals je weet heb ik alle video's geliked. Die is trouwens weer van Hester, voordat ik het vergeet te zeggen. Hester is echt een hele trouwe kijker en ook sowieso buiten YouTube om. Ja, zijn we best wel goede internetvrienden. Dus, en ik heb een tips. Nou ja, tips zijn natuurlijk ook altijd welkom. Soms zeg je van, je ziet het, ik heel enthousiast ben, maar we zien je niet echt vaak glimlachen. Als je dat iets vaak zou doen, is het heel leuk. Nou oké, dat is dus een tip. Dat mag ook altijd. Dankjewel daarvoor. Nu inspiratie. Ik zou graag weer livestreams zien van mij, dat weet je al. Ja, ik weet heel graag dat Hester... Ik weet dat Hester heel graag livestreams wil zien. Misschien de What on my phone challenge of een praatvideo over serieuze dingen. Waar ik extreem naar benieuwd ben, is je leven. Het is denk ik leuk als je een dwarme lijf gaat doen. Je bent super tof, dat weet je zelf. Hopelijk ook. Veel goeds van Hesbal. Ja, Hesbal, dat is Isabel. Isabel ben ik nou niet echt tegengekomen nog. Op Nationaal Militair... Oh ja, dat is een hele oude video. Dat is een diavoorstelling van Nationaal Militair Museum toen. Johan Kok, mooi gemaakt, dankjewel. Dat was echt een van de allereerste video's. En, oh ja, op die Max Verstappen wint Grand Prix van Maleisië, Patrick en Rosny. Waar kijk ik het ook altijd. Leuk dat je er even een video over hebt gemaakt. En altijd leuk om reacties van mensen voor te lezen. Nou, dat doe ik nu dus ook weer een soort van reacties voorlezen. Dus als dat leuk is, dan moet deze video goed komen. Ik doe er nog een paar en dan stop ik ermee, want ik zit er weer op 11 minuten, zie ik. Even kijken. Ja, hier hebben we Isabel. Kijk. Vlog 9, vlogworkshop op de vlug... Even opnieuw. Vlogworkshop bij het Nederlands Filmfestival in Utrecht, zoiets was dat. Ja, ik kan het niet helemaal zien, maar echt leuk. Ja, dankjewel. Ik vond het zelf ook heel erg leuk in Utrecht. Was met Anoushka trouwens. Ja, dus dat was heel leuk. Dankjewel voor je reactie, Isabel. En ook jij bent buiten YouTube om ook een hele leuke internetvriendin. Ja, ik vind het genoeg zijn. Of nou ja, ik zou wel verder willen, maar anders kost het gewoon iets te veel tijd over deze video. En dan wordt het misschien weer helemaal goed afgekeken en dat soort dingen. Dus moet ik even rekening mee houden. In ieder geval, ik vond het erg leuk en erg positief om eens leuke reacties van jullie, kijkers voor te lezen. Ga zo door. Wil jij nou ook een keertje in een leuke, reageren op leuke reacties video? Ja, dan is de opdracht heel simpel natuurlijk. Laat even een leuke reactie onder een video. Mag deze, mag ook een andere, iets oudere. Je komt er dan vast wel in. En dat doet mij natuurlijk heel goed ook om zulke reacties te lezen. En het is voor jezelf ook leuk om misschien in een video terug te komen. Dus ik zou zeggen, doe dat eventjes als je dat zou willen. Wat ik jullie ook wil vragen is natuurlijk om eventjes dat blauw duimpje omhoog te doen. Even te abonneren op mijn kanaal hieronder, zodat je verder niks mist van andere video's. Zoals bijvoorbeeld de 209 Q&A vragen die er nog echt wel ruim 6 afleveringen aankomen. En nou ja, ik zei het al, reageer even wat je ervan vond of als je in de volgende reactievideo wil komen. En zie ik jullie hopelijk bij de volgende video weer. Doei doei!